Waarom is dat? Je hebt wel ziek potten trouwens aan, man. Shit, bro. Oh. Die camera draait. Wow. Wow. Hallo dames en heren, 2022 en we zijn weer actief. Dit is Mazzy op straat voor Omroep Q. Vandaag gaan we het hebben over drugs. We zijn op de Bergse Plaat. Ja, Bergse Plaat, geen Malediven. Maar kom maar mee, we gaan het tegenaan. Kom, wat vind jij van drugs? Ik gebruik het zelf niet toch? Maar als jij oud bent toch? Soms is het ook een middel toch? Gewoon, je weet toch, als iemand iets bent, ziek of zo, gebruiken ze drugs. Maar voor mij is het niks, man. Nou, ik ben ook veel te jong, toch? Dus voor alle kinderen, gebruik geen drugs, man. Slecht. Gebruik ik niet. Drink je wel eens iets? Drink wel. Van drugs? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog nooit drugs heb gedaan. Dus wat vind ik daarvan? Ik heb eigenlijk niet zo'n goed idee wat ik er persoonlijk van vind. Heb jij andere verslavingen? Nee, ja, mijn telefoon misschien een beetje, als ik heel eerlijk ben. Maar verder, echte verslavingen niet echt. Nou, als ik mijn schermtijd kijk, dan kom ik soms dagelijks wel uit op een uurtje of 9 tot 10. Dus Moet ik wel bij zeggen dat ik het soms voor mijn werk gebruik, hoor. Maar het is niet, Een uurtje voor werk en 8 uur voor Precies, dat eigenlijk. Ja. Wat vind ik van drugs? Ik heb geen problemen met drugs. Kom je er makkelijk aan hier zo in Berg op Zoom? Ja, dat gaat wel makkelijk. Hoe dan? Ja, bellen gewoon, hè. Mensen die je kent, via. En komen ze dan gewoon naar je toe? Bij mij wel, ja. Zijn ze snel? Meestal wel. En je kan alles bestellen wat je maar wilt? Ja, als ik wil wel. Coke in de uitverkoop. Coke in de uitverkoop. Ik ben daar eigenlijk tegenstander van, want je wordt daar helemaal gek van. Als jij bijvoorbeeld achter het stuur zit, je doet de hele dag die ballonnen en zo. Dan je kan ongeluk maken. En dan misschien is het eind van jouw leven. En vind jij, zie jij in je omgeving dat veel mensen lachgas gebruiken? Nee, niet echt. Eigenlijk wel die jongen die, hoe dat? Rond 16, 17 jaar, die gebruiken het meest. En zijn er andere dingen wat jongeren gebruiken van jouw leeftijd? Ja, zoals snus of zo. Wat is snus? Nicotine zakje. En doet die hier zo boven hun lip. Mm-hmm. En dan worden hun daar rustig van of zo. Of kunnen daar concentreren. Maar dat kan ook schadelijk zijn voor je hersenen. En ook voor je immuunsysteem. En hoe komen ze dan aan die snus? Want haal je dat op straat of kan je dat ergens kopen in een winkel? Of? Gewoon via. Mensen verkopen dat. En zo. En dan kopen die weer ook. Is het jou ook wel eens aangeboden? Nee, gelukkig niet. Times like these, people want to get high. Real high and real fast. And this is gonna do it. Ja, sommige zijn wel leuk, maar het meeste is wel slecht. Welke zijn dan leuk en welke zijn slecht, volgens jou? Ja, ik vind, ik drink wel alcohol. Ik doe af en toe wel een blootje, maar verder dan dat ga ik niet. Kom je er makkelijk aan? Ja, ik ben nu 18, dus ik kan wel in Breda of zo naar een koffieshop. Stel je voor, jij zou wel drugs gebruiken. Denk je dat je er dan makkelijk aan zou komen hier zo in de buurt? Jawel, man. Ik ken wel een paar mensen die drugs doen, maar, of die verkopen. Maar de laatste tijd zie je wel sneller dat ze drugs gaan verkopen. Of ja, man. Eén telefoontje gelijk bam in je hand. Ik denk dat je er wel makkelijk aan kan komen. Als ik kijk naar mensen om me heen of zo die wel drugs gebruiken. Want ja, drugs, blowen of zo, weet je wel. Maar ja, ik hou me daar niet mee bezig. Vroeger hadden wij koffieshops hier. Zo zou jij, denk je dat dat nodig is weer? Hier in Berg op Zoom? Ik moet heel eerlijk zeggen ook dat ik niet zo goed weet of het nu bijvoorbeeld illegaal gebeurt of zo. Koffieshops kunnen daar natuurlijk aan bijdragen om dat te verminderen. Maar in dat geval zou ik zeker zeggen van, hey, als het op zo'n manier kan, doe het dan zo'n manier. Want dat is een stuk beter te verantwoorden en een stuk veiliger, denk ik. Dus in dat geval zeker ja. Maar ik weet niet zo goed hoe groot de behoefte is hier in Berg op Zoom. Koffieshops? Ja, daar ga ik niet over, man. Ik doe het zelf niet, maar misschien voor die oudere mensen die het wel gebruiken, kunnen ze het gewoon zetten. Ja, ik vind dat het wel gereguleerd terug moet komen. En dat de overheid eigenlijk meer moet reguleren van wat je wel mag verkopen en wat niet. Want je weet eigenlijk niet bij een dealer wat er eigenlijk allemaal bij zit en wat er allemaal overheen is gespoten. Misschien dat er dan ineens wel verslaafd raakt aan, weet ik veel, slechte dingen die ze erop gooien, weet je wel.
Ja, misschien wel, omdat je dan de productie meer in handen hebt. Coffeeshops terug in Bergen, ja of nee? Ja, dat vind ik wel een goed idee. Waarom? Ja, omdat je dan gewoon weet wat je krijgt en ook ja, minder straatdealers en zo. Hè. Nou, ik denk als het verdwijnt gaan mensen het toch ook wel pakken, dus dan gebeurt het wel op straat. Dus dan denk ik, kan je beter misschien gedoogd gewoon hier in ergens doen, dat je weet dat het daar gebeurt. Wat vind jij daarvan? Ja, eigenlijk precies hetzelfde. Ja, anders gaan mensen het illegaal doen en dan ga je misschien alleen maar meer problemen krijgen. Ja, want sommige mensen kunnen daar gewoon normaal mee omgaan, man. Of dat moet gewoon een leeftijdsgrens zijn of zo. Coffeeshops terug in Bergen, wat vindt u? Ja, ik ga er nooit heen, dus voor mij hoeven ze niet per se terug te komen. Maar ik weet eerlijk gezegd niet zo goed hoe het zit met de overlast. Als er weinig coffeeshops zijn, of wij daar overlast van hebben in Bergen of zo, met onderwereld verhalen, daar heb ik geen idee van. Wat vindt u van de scooters in de binnenstad? Ik vind dat je dan moet kijken eigenlijk naar gegevens van waarom hebben ze op een gegeven moment besloten om de coffeeshops te sluiten. Ja, dus wat was de reden? En je moet kijken naar hoe is het in de periode daarna geweest. Dus dan moet je eigenlijk die twee gegevens moet je met elkaar vergelijken en dan zou je eventueel een conclusie kunnen trekken. Dus is nu bijvoorbeeld de criminaliteit of de overlast, is dat vergroot of is dat juist kleiner geworden? En als je die gegevens dus eigenlijk naast elkaar gaat zetten, dan kan je eigenlijk zeggen van oké, coffeeshops kunnen misschien weer een intrede maken in Bergen-Zoom. Of juist zeggen van nou, het gaat eigenlijk nu wel goed. Laat het zomaar zo houden. Want als stel je voor jullie zouden wel drugs gebruiken nu, zouden jullie er dan makkelijk aan kunnen komen? Ik denk het wel. Ik denk dat je in Nederland op school of zo zijn er altijd wel een paar kinderen die daar heel makkelijk aan zulke soort dingen komen. Wat denken jullie dat beter is? Of slechter? Wiet of bier? Ja, ik denk toch wel bier. Want het is, je kan met bier echt heel snel veel te veel drinken en op je fiets stappen en jou in de sloot terechtkomen en gewoon niet meer wakker worden. Weet je, aan het ziekenhuis belanden. En met een jointje, dat rook je wel slecht voor je longen, maar je gaat er niet echt van je fiets afvallen of ineens een avond. Kijk, je kan wel gaan overgeven omdat je slecht gaat, maar dat is ook zo voorbij, weet je wel. En waarom drugs niet en alcohol wel? Ja, dat is eigenlijk omdat dat zo langzaamaan is dat zo in de maatschappij een beetje de normaal geworden. Dus dan bij drugs heb ik nog zoiets van, nou, laten we er maar voorzichtig mee zijn. Daar weten we allemaal goed van wat de risico's zijn. En bij alcohol, dan weten we wel dat het niet zo goed is voor je gezondheid, maar je gaat er niet zo snel dood aan. Oh, hater. Dat zijn vandalen. En heb jij uit jouzelf wel een verandering meegemaakt of gezien sinds de sluiting van de coffeeshops? Eerlijk gezegd niet, maar dat is misschien ook omdat ik ben zelf ook niet zeg maar echt in die kringen bekend. En wat je dan heel vaak wel zag toen er wel coffeeshops waren, Belgische kentekens zag je wel wat meer. Of dat ze vanwege misschien ook mijn huidskleur raampje even open deden. Hey, weet je waar coffeeshop die en die is? Of weet jij misschien hoe ik aan drugs kan komen? Dat was dan mijn overlast. Had ik daar heel veel last van? In principe niet. We hebben een burgemeester die eigenlijk tegen drugs is. Als je op de grote markt staat, zie je echt alleen maar cafeetjes. Dan zou een coffeeshop toch op zich wel kunnen. Wat vind je daarvan? Ja, wat ik eigenlijk al aangaf, ik ben daarin heel erg pragmatisch. Ja. Dus ik kijk gewoon puur naar gegevens. Dus wat is destijds de reden geweest dat ze de coffeeshops hebben gesloten. Ik ken niet precies de gegevens, maar ik kan invullen dat het misschien een stukje overlast was. En hoe is het in de periode daarna geweest? Is een stukje overlast toegenomen in Bergen-Zoom? Nou, als dat zeg maar niet het geval is of juist dat het is afgenomen, ja, waarom zou je dan weer die coffeeshops moeten laten intreden? Nou ja, jongens, ga verstandig om met drugs. Ook verstandig omgaan met alcohol, want het kan ook heel nare gevolgen hebben. Maar vooral, heb plezier. Heb plezier, mensen. Wees voorzichtig met wat je doet. En als je iets wil proberen, probeer dat dan met mensen die het vaker hebben gedaan. En goede omgeving doet met mensen die je vertrouwt. Maar dat is het enige. Heb jij nog iets te zeggen naar de kijker? Ik vind het een bijzondere conversatie, maar ik vind het wel grappig. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers? Stay safe. Stay safe. Ik heb verslaving aan huiswerk. Tante, als je dit ziet, verslaving aan huiswerk,
Doe gewoon je best op school, man. Gebruik niks, niks, niks. Jij krijgt sowieso jouw zakgeld voor deze week. Jawel, man. Dames en heren, dit was het weer voor vandaag. Dit was Mazzie op straat voor Omroep Kuur. Heb je wat te melden? Laat het weten onder de comments. En je weet zelf, wees verstandig bij elke stap die je neemt in je leven. Dit was het, mensen. Houdoe.